Ik ben Marlies Kamscheur, ik werk als innovator bij Waterschap Aremaas. Vandaag zijn we bij de bijeenkomst medicijnreizen uit water. We zijn in het Meander ziekenhuis in Amersfoort. En ik heb net een presentatie gegeven over de bronaanpak in Brabant. En die heet Voorkomen is beter dan genezen. En dat is ook echt waar ik achter sta. We vinden in het water, in het oppervlaktewater in Nederland, vinden we medicijnresten. En daar is de hele dag over gesproken. En ook vrij veel over wat kan je allemaal doen op de verschillende zuiveringsinstallaties. En ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om te kijken naar wat komt erin en wat kan je daar eigenlijk aan doen. En dat begint bij de mensen. Bij de zorgsector onder andere, maar ook de farmaceuten, ook de gemeentes die bepalen hoe het eruit ziet, onder andere buiten met hoeveel natuur er is. Dat is eigenlijk waar ik al een aantal jaren mee bezig ben in Brabant, samen ook met de provincie Noord-Brabant en de twee andere Brabantse waterschappen. Het plaatje wat ik heb laten zien in mijn presentatie is dat eigenlijk het feit dat we medicijnresten vinden in het oppervlaktewater, dat het een soort spiegel is eigenlijk voor de maatschappij. Van oké, hoe staat het er eigenlijk voor met onze gezondheid? En wat je bijvoorbeeld ziet is dat 90% van de medicijnen die je vindt eigenlijk bepaald wordt door maar een klein aantal stoffen. En die zijn heel erg gebonden aan ziekten die te maken hebben met ook hoe we leven, dus aan onze leefstijl. Dus hart- en vaatziekten, diabetes, dus metformine en de afbraakproducten van metformine zijn een grote bron. En aanpakken die we bijvoorbeeld hebben gedaan is, we hebben alle mooie rapporten die de afgelopen jaren over medicijnresten in water, die geschreven zijn, hebben wij samengevat in een folder. En die folder die geeft weer wat eigenlijk alle verschillende mensen die hier een rol in spelen in dit complexe probleem of wicked problem, zoals het wel eens wordt genoemd. Hen handvatten te geven, wat kan je doen? Dus wat kunnen apothekers doen? Wat kunnen huisartsen doen? Wat kunnen zorginstellingen doen? Wat kunnen farmaceuten doen? Wat kunnen zuiveringen, dus waterschappen en drinkwaterbedrijven doen? Maar ook wat kunnen mensen zelf doen? En wat ik wel leuk vind is ook wat wij ook doen binnen onze waterschappen is we kijken dus als professional van oké, hoe kun je met al die verschillende actoren daar het gesprek over gaan. Maar tegelijkertijd is iedereen ook gewoon een mens met een eigen lijf en een eigen gezondheid. Dus oké, wat kan je ook zelf doen in je eigen omgeving, maar ook voor jezelf. En wat doen we eigenlijk zelf als mensen aan onze gezondheid. Dus dat zijn allerlei verschillende manieren om daarmee om te gaan, om mensen er bewust van te maken. We hebben nu ook een aantal, dat heb ik ook op een sheet laten zien, een aantal projecten die we daarop doen. Die komen deels voort uit een netwerk Medicijn voor Gezond Water, waarin we dus ook met een honderdtal mensen vanuit allerlei verschillende organisaties binnen en buiten Brabant hiernaar gekeken hebben. Daaruit zijn initiatieven gekomen. Bijvoorbeeld het feit dat we in drie Brabantse ziekenhuizen aan de slag willen gaan met het verzamelen van urine met röntgencontrastmiddelen. We zijn bezig met Universiteit Utrecht samen met farmaciestudenten om daar voorlichting te geven, maar ook om dan te kijken of een soort medicijnvervangend toiletblokje een mooie oplossing zou kunnen zijn soms, afhankelijk van wat voor stoffen er gebruikt worden. We zijn bezig met de communicatiecampagne in Brabant. We zijn bezig met Blue Zone Brabant, waarin het heel nog weer we noemen het de ultieme bronaanpak. Dus waarin je echt kijkt van oké, kun je dus gezondheid en zelfs geluk bevorderen? Als bronaanpak, zodat mensen geen medicijnen gaan gebruiken omdat ze het namelijk niet nodig hebben. En dat is gebaseerd op het feit dat er plekken op de wereld zijn waar er mensen een stuk ouder worden, vitaler zijn en ook minder geneesmiddelen gebruiken. En kun je nou zeg maar de kenmerken van die zones, die blue zones, ook gebruiken? Hier als inspiratiebron om in bestaande wijken, steden op een andere manier onze omgeving in te richten en onze acties ook te richten. Dus dat zijn allerlei verschillende dingen. Ik denk niet dat ik uitputtend ben. Ik weet niet of dat ook je verwachting is. Maar in ieder geval een beetje globaal beeld van wat ik allemaal. Wat zou je de mensen die op internet dit nu terugzien, hè, die eens kijken hoe deze dag geweest is, wat zou je die graag willen meegeven?
Wat ik mooi zou vinden is dat iedereen zelf even gaat kijken. Bijvoorbeeld naar die folder of sowieso even zelf gaat nadenken van oké, dus medicijngebruik in de maatschappij. Wat kan ik daar nou aan doen binnen mijn eigen omgeving? Want ik denk dat er soms, als je te veel in instituties stopt en in allerlei stakeholder overleggen, dan gaat het heel langzaam. Terwijl er heel veel dingen zijn die je eigenlijk al gewoon nu kan doen met de invloed die je zelf hebt. Oké, prima. Dankjewel.